Petri Ballen, mijn collega, mocht het nog niet doen zondag, maar nu mag ik het wel doen. Gefeliciteerd met de overwinning in de derby. Ja, dankjewel. Ik ben 4-1. Ik denk dat hadden we ervoor getekend. Ja, maar je voelt natuurlijk, ik zeg maar, zo'n coronawedstrijd zonder publiek, 40 minuten. Het is toch meer stress. Also ik moet zeggen, ook vandaag, ik ben 6 uur wakker geworden en dan moet je echt hoog peppelen, die energie krijgen voor 40 minuten voetbal. En je weet dat Willem II nog met Bukila komt, alleen lange bal, tweede bal. Ja, en dan is het toch nog heel snel die doelpunt van Willem II gekomen. Ja, heel opportunistisch gespeeld. We hebben even een counter kunnen en moeten natuurlijk nog meer afmaken. Ik denk dat het lekker is dat die 4-1 uiteindelijk viel. Hè? Toen ging de spanning er wel af bij iedereen. Los van het feit dat het nu NAC is, hoor, is dat natuurlijk ook wel prettig voor het voetbal zelf. Hè? Dat het dus blijkt dat je niet als supporter zomaar die wedstrijd kan onderbreken en daarmee invloed kan uitoefenen natuurlijk op zo'n spelverloop. Want ja, zij krijgen natuurlijk nu de kans, en dat hadden wij vorige keer ook, hoor, maar de kans om die wedstrijd om te gooien. Ja, maar goed, deze thematiek, deze onderwerp, daar word ik natuurlijk nog, daar word ik moe van. Maar als de KNVB dat niet verandert, dan blijft dat nog. Dan denk ik dat wij ook nog 2-3 wedstrijden ook nog 2 keer spelen moeten. Maar ja, ik kan het nu zeggen als trainer, ja, het is echt niet leuk. Also, het is echt niet. Je peppert je hoog, energie. Zondag heb je energie, dan natuurlijk onze super supporters die ons ontvangen. Maar het is echt energieverlies voor trainer en voor speler. Dan gisteren weer, we weten niet precies wanneer we spelen. Eerst dinsdag horen we 2 uur, dan om 7 uur 's avonds, dan om 11, dan om 10:30. En oké, ik heb ook geleerd, geen excuses, maar weer komen en nu zie je, het valt het een beetje af. Maar ja, we moeten zaterdag weer winnen. Omdat dan kunnen we echt goede zaken deze week doen. Ja. Als we kijken naar hoe jullie de wedstrijd beginnen hier. Eerst maar even over de opstelling. Ik denk voor jou als trainer, maar voor de NAC-supporter ook prettig dat Cuco Martina deze keer niet afreist naar Curaçao en gewoon beschikbaar is, hè, voor de club. Dat is een belangrijke schakel, hè? Ja, absoluut. Cuco Martina en Jan van den Berg. We wisten natuurlijk met lange bal, tweede bal komt. Kijk, als Cuco niet speelt, dan speelt Ruben Besseling als kopper. Maar Cuco is natuurlijk totaal ervaren, werkt echt met zijn lichaam. En Jan van den Berg, die kan springen, dat is ja niet normaal. En die twee hebben het weer echt goed opgepakt. En daarom is Cuco, Cuco is zo belangrijk. Dat weet ook iedereen. 3-1 gaat erin. Ik kneep hem een klein beetje op de tribune waar de radiovlag aan doen. Had jij dat zelf ook langs de zijlijn? En hoe heb je dat proberen om te draaien? Ja, eerstmaal die doelpunt was een beetje stom. Martin knalt die bal echt niet weg. Dominik Janoschek komt niet in die pressing moment. Also komt weer komt alleen ruimte pressing en niet in die balpressing. En ik vind dat Victor Werner zo nog een beetje meer naar binnen knepen kan. En dan gaat hij over Jan. Ja goed, dat is natuurlijk een lange bal, tweede bal speel. Ja, dan moet je eventjes denken, bij Willem II voel je natuurlijk oké, daar komen ze, de hele bank is opgesprongen. Maar ik vind dat we het heel professioneel nog gespeeld hebben, echt geknokt hebben, ook die spelers die binnengekomen zijn. En heel veel goed gecounterd en met die 3 snelle spitsen daarvoor, ja, daar kan je natuurlijk ook roadrunner voetbal spelen. De eerste 50 minuten waren natuurlijk eigenlijk al goed om te zien afgelopen zondag. Ik denk dat je het nu ook goed oplost buiten die 10 minuten eigenlijk waarin het eventjes spannend werd en waarin het drukker was. Heb je het idee dat je zelf de puzzel steeds beter weet te leggen? Ja, maar het is ja ook duidelijk, omdat ik heb ja nu ook alle puzzeldelen. En dan praat ik niet weer over 4-4-2, 4-3, omdat daarom gaat het niet. Het gaat meer om die principes. No? Als je vandaag gezien hebt, als die bal aan de andere kant was, moet Petriot ook naar binnen knijpen. En in het middenveld, dan staat hij ook als 4e middenvelder. Daarom vind ik dat een beetje een old-fashioned discussie. Maar kijk, Van der Zanden gaat, Keupers komt, Haugen komt, Platraat. Die gaat. Ja, en die jongens die bij mij vanaf 3 juli gestart zijn, zijn echt in die sprint-interval-fitness gekomen. Ja, en Sigurd Haugen niet. Zo, maar ik verlang direct van hem sprinten, gegenpress, dit, dat. Ja, en ik verlang het. Maar natuurlijk kunnen ze het nog niet. Als hij nog beter gaat worden, hij maakt al een behoorlijke indruk, moet ik zeggen, in de wedstrijd die hij nu heeft gespeeld. Ja, maar ik maak hem nog beter. Dat is 100% zeker. En daarom krijgen ze morgen ook nog een paar spelers een extra individuele training. Omdat, we praten veel aan de bal, maar ik ben toch ook tegen de bal visionair. En daar moeten we beter worden.
Laatste fluitje jou klinkt. Spelers gaan er binnen, worden nog een paar sprintjes getrokken natuurlijk. Maar je hebt wel de groep even bij elkaar geroepen. Wat zeg je daar op zo'n moment? Ben je dan trots op die gast of zeg je ja, beide beentjes op de grond houden? Nee, eerst maar trots. Ne? Omdat, kijk, we hebben 4-1 bij Willem II gewonnen. Ne? Als je nu maar alle sentimenten die daaruit neemt, een derby en weet ik wat. Het gaat echt om sportieve inhoud. En we hebben 4-1 bij een echt goede ploeg gewonnen. Bij NAC is ja altijd een beetje meer druk als bij andere clubs. Met 7 punten zijn we nu daarbij. En direct focus op Roda. En daarom is morgen heb ik nog trainingsvrij gegeven, omdat eigenlijk vast vandaag trainingsvrij. Een paar spelers moeten individueel trainen morgen. En dan donderdag, vrijdag totale focus op Roda. Ik hoop dat onze supporters ons totaal goed ondersteunen, echt daar zijn, dat het knalt weer in de Radverleg. Omdat we proberen op 10 punten te komen en dan zijn we echt erbij. Ik moet even wel zeggen, je maakt op mij ook een veel relaxtere indruk dan die eerste wedstrijd. Omdat ik het idee heb dat het ook allemaal beter gaat vallen. Voel je dat zelf ook wel een beetje zo? Nou kijk, Dordrecht was ik echt choqueerd. Dat moet ik echt zeggen. Dat was echt voor mij, ne, daar heb ik alles, de laatste 20 minuten alles eruit geknald. Jonger zet vond ik eigenlijk ook niks. Vond ik geen goede wedstrijd voor ons. Daar was ik alleen opgelucht. Maar daar heb ik ook gedacht, nou als ik nu al opgelucht tegen Jonger zet ben. En tegen FC Eindhoven vond ik zoveel dingen echt goed. Also ik vond zo. Maar deze winnaar-rendement, die hadden we niet. En is ja ook duidelijk als trainer. Weet je hebt altijd die pistolen aan de kop als je verliest. Dat is ja nu maar zo, dat is die job. En als je wint is ja leuk. Ne? Maar ook die manier op winnen is voor mij heel belangrijk. En die manier vandaag en also ook zondag, heel goed. Klasse. Ik denk dat je een stuk rustiger naar je auto kan dan zondag. Ja, zondag kan ik echt niet door. Daar heb ik even verboden middel geroken. En ik ben zoveel aangetouched worden. Maar ja, kijk, ik vind het geweldig. Ik vind het leuk. Ik vind het, daarom ben ik echt trotse NAC-trainer. Maar ik zeg ook, jongens, verder doen. Verder doen, verder doen. Omdat nu niet Hosanna. Dat, ne? En jullie ook niet. Helemaal goed. Op naar zaterdag. Oké, zaterdag, ja.